Verwachtingsvolle kindergezichtjes vandaag voor het Amsterdamse Tuschinski Theater. Speurend tussen al die sterren die vandaag over de rode loper aankwamen. Hallo, hallo, hallo. Maar nee, de Sint zelf liet zich vandaag niet zien. Of misschien... Kijk eens, als dat Sinterklaas zelf niet is. Nee. Oh. Nee. Ik ben een kindje. Verkleed als Sinterklaas? Ja. En wat kom je hier vandaag doen? Nou, naar een film. En wat voor film? Sinterklaas en het raadsel van 5 december kun je misschien wel een beetje een Gelderse film noemen. Gedeeltelijk opgenomen in onze provincie en gemaakt door een ras-echte Gelderlander. Ik werd vanochtend wakker en het idee, ik ga trouwen. Zo'n dag is het. En ik ben nog helemaal niet getrouwd. Maar het wordt echt een spannende dag. Ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Kasteel Doorwerth is het kasteel van Sinterklaas in Nederland al jaren. Stilte voor opname alsjeblieft. Zet. Actie. Ook dit jaar vormde het Gelderse kasteel in Doorwerth weer het decor voor de grote Nederlandse Sinterklaasfilm. Maar daar bleef het niet bij. Wat dacht u hiervan? De Tielse zanger Frans Duits heeft een rol gekregen als ruimtevaartkapitein. En de rode loper, die liet hij zich vandaag natuurlijk niet ontnemen. Ja, is altijd direct natuurlijk zo'n première. En ik mag er zelf ook nog een klein rolletje in spelen. Dus ik zeg, ja, er moet het gezinnetje bij zijn natuurlijk. Ja. Ja, ik ben dol op lopers. Ik loop er ook zo weer uit ook hoor. Zo, mooi lang. Ik hoop dat alles in verhouding is. Snel naar binnen dan maar. Hoe zal het publiek op de nieuwe Sinterklaasfilm reageren? De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is Sinterklaas! Sinterklaas is op het dak! Op mijn dak? Dag Til. Ik moet er natuurlijk op toezien dat alle cadeautjes op de juiste plaatsen terechtkomen. Hoe vond je de film? Leuk. Jullie ook of... De film draait vanaf 5 oktober voor het grote en natuurlijk vooral voor het kleine publiek in de bioscoop.